Sint-Catharinadal, 750 jaar, de eeuwen door, baken van rust en bezinning. Welkom in het Leer- en Inspiratiehuis, waar de poort verbindt, waar buiten is met binnen. Welkom bij Vastwel, van carnaval tot Pasen. Elke dag door de week, 40 dagen lang, persoonlijke gesprekken over het thema, dit jaar, actueler dan ooit, macht en mededogen. Kan er eigenlijk ook macht vanuit mededogen bestaan? Ik neem plaats. Voor de mensen thuis, Erik Wetzel. Ja. En het lijkt me handig als jij eventjes jezelf introduceert. En ondertussen zal ik eventjes deze tijdbewaker omdraaien. Erik Wetzel. Ja, meneer. Oosterhouter. Ja, ondernemer. Niet geboren en getogen, maar... 62 jaar, getrouwd, 3 dochters, ondernemer, politiek gepassioneerd, noem ik mezelf. Geëngageerd. Ja, dat is in het kort. Ja, en heel in het kort, hè? Ja. Je meer wilt weten. Je hebt 3 kinderen? 3 dochters. 3 dochters. 3 volwassen dochters. En je woont al hoe lang in Oosterhout? 27 jaar. 27 jaar. Dus, nou, dan kunnen we elkaar een hand geven. Okay. Zolang woon ik ook al in Oosterhout. Ja. Het thema macht en mededogen. Je gaf aan dat jij naar een bijeenkomst was geweest van Joris Luijendijk over de 7 vinkjes. Ja, dat is nu actueel. Ja, er is veel over te doen over het boek. Hè? Joris Luijendijk krijgt nogal wat over zich heen. Op zich is het natuurlijk helemaal geen oud thema, hè? Of een heel oud thema, dus, moet ik zeggen. Macht precies, en mededogen. Het is geen nieuw thema. Dus, er is helemaal geen nieuw thema. Nee. En jij had daar wel een hele indrukwekkende vraag uit. En jij zei, is het verkeerd als er een elite bestaat? Ja. Ja, dat is de vraag. Dat is jouw vraag, ja. En heb je daar ook al over een antwoord naar gedacht? Ja, ik heb er wel een mening over. Ja. Ik denk niet dat het verkeerd is. Hè. Dus er is in elke samenleving is er een elite, is er een... leidinggevende groep. De vraag is alleen, hoe ga je daarmee om? En hoe wordt de macht gecontroleerd? Maar er is niks mis met... net als een bedrijf heb je een directie... en op een school heb je een rector of een directeur... en bij de voetbalvereniging heb je een voorzitter... in het elftal heb je een aanvoerder. Ik denk dat het heel menselijk is. We zijn wel een soort kuddedieren... maar we lopen vaak wel achter een aantal mensen aan. Ja, dat kan ik ik kan je mening daarin wel volgen. Maar als we dan kijken naar mededogen, hoe houden we de elite dan bij hun mededogen? Kijk, mededogen is eigenlijk het verlangen om goed te doen, hè? Als ik dat zo mag vertalen. Nou ja, en denk, hoe meer verantwoordelijkheid je hebt, hoe belangrijker het is dat je die verantwoordelijkheid ook neemt. Ook om goed te doen, om aardig te zijn, om mededogen te hebben. Goed te doen, aardig te zijn, maar hoe blijf je je daar? Ik bedoel, we zien natuurlijk ook dat macht uit de bocht vliegt. Ja.
En er is ook een oud spreekwoord wat zegt macht corrompeert. En ja. Totale macht corrompeert totaal. Totaal, ja. Ja. Ja, en, ja, zullen toch mensen bij de les moeten houden. Begin bij de opvoeding. Begin bij de opvoeding. Begin thuis, begin op school. En het je moet continu je ervan bewust zijn welke verantwoordelijkheid je hebt als mens. Maar dat geldt voor ons allemaal. Dat, niet alleen voor mensen met macht, dat geldt eigenlijk ook voor iedereen. Ja. Maar goed, ja. Dat zijn erge algemeenheden. Maar het is natuurlijk heel actueel, hè, dat macht op dit moment wel op heel veel gebieden mensen erachter komen. Dat macht toch wel heel makkelijk leidt tot vormen van misbruik. En juist niet tot mededogen. Ja. Hoe verhoudt zich dat dan? Hoe kan je mensen daarop aanspreken? Ik denk dat het ook iets van alle tijden. Hè? Het is niks nieuws. Alleen nu komt het meer naar buiten. Hè? Wat nu heel actueel is, is het grensoverschrijdend gedrag van met name van mannen. Ja, het is natuurlijk volstrekt onacceptabel, maar het is niet nieuw. Alleen wij als samenleving en vooral ook vrouwen zeggen, jongens, stop, nu is het genoeg, wij accepteren het niet meer. Ik heb ook niet de illusie dat wij hier in 10 minuten de wereld kunnen verbeteren. Maar het is natuurlijk wel zo dat het op dit moment wel weer heel actueel is. Dus eigenlijk is het ook wel de uitdaging om toch in zo'n vast-wel-serie eens te kijken van, nou, waar kunnen wij nou enige bewustwording weer aan den dag leggen? Ja, maar dat zie je nu gebeuren, hè? Door al die zeg maar, schandalen over grensoverschrijdend gedrag, al die mannen die zich seksueel misdragen. Ik denk dat het wel een wake-up call is. Hè, voor veel mannen van, oh jongens, let op, wat ik doe of wat ik wil doen of wat ik heb gedaan, dat kan niet, of het kan in ieder geval niet meer. Het is ook een bewustwording, ook voor vrouwen, van jongens, ik hoef dit niet te accepteren, ik moet mij melden. Het zijn hele goede ontwikkelingen. Ja. Maar blijkbaar hebben we er dit soort schandalen voor nodig om ons weer scherp te houden. Om het aan de orde te stellen. Het is op zich natuurlijk best wel makkelijk om te zeggen van het is iets van altijd. Dat is eigenlijk een soort van ik leg me er wel bij neer. Nee, dat vind ik niet. Nee, dat is niet de bedoeling, hè? Nee, het is niet zo omdat het altijd al zo is dat het morgen ook zo zal zijn. Daarvoor zitten we ook niet in de politiek bijvoorbeeld, nee, hè, omdat we dingen willen veranderen. Ja. Ja. We hopen wel op verandering, want als we de hoop verliezen dan... Nee, als er geen hoop meer is, dan wordt het al heel triest. Ik zie dat onze zandloper toch alweer heel snel naar een einde toe gaat. Wat zou jij ons nog mee willen geven als jij zou zeggen van nou weet je, je zit op een hele mooie plaats in de politiek, maar als je nog wat meer macht zou hebben? Ja, ik ben wel iemand van eigen verantwoordelijkheid. Ik ben liberaal in hart en nieren. Ik vind dat wij als mensen zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor ons eigen leven. En niet God, en niet de staat, en niet de gemeenschap. Je moet altijd eerst naar jezelf kijken. Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Absoluut. Ja. Dankjewel.